Eerder plaatste ik een video over mijn jacht op een fazant. Niet om hem op te eten, maar om er een foto van te maken. Ik weet, niet de meest boeiende video, maar toch leuk om te doen, lekker bezig zijn met fotografie. In diezelfde omgeving waar de fazant woont, woont ook een uil. Ik heb hem nooit gezien, alleen gehoord. En toen dacht ik, laten we ook eens een poging doen om de uil te vangen. Specifiek gaat het hier om een ransuil. En dit is natuurlijk de meest ideale woonomgeving voor deze uil. Overdag kan hij zich schuilhouden in het bos, ergens in een boom gaan zitten slapen. In de avonduren en in de nacht kan hij jagen op zijn muisjes in de grote omliggende velden.